Het Recoma Lab is een innovatief onderwijsmodel waar studenten van de Stende Hogeschool en het Alpha College samen met het bedrijfsleven werken aan bedrijfsinnovaties. Het regionale Co-Makership Laboratorium heeft als doel om het onderwijs te vernieuwen en een model te ontwikkelen om de samenwerking vorm te geven. Op donderdag 20 juni gingen beide onderwijsinstellingen met elkaar en het bedrijfsleven in gesprek om de positieve en negatieve ervaringen van het afgelopen projectjaar met elkaar te bespreken. Wat wij willen, dat is een omgeving creëren waarin we met het bedrijfsleven, het onderwijs, mbo en hbo gaan nadenken en werken aan wat is er nou nodig in het onderwijs om die samenwerking met dat bedrijfsleven op hun innovatievraagstukken beter te faciliteren dan we dat op dit moment kunnen. Een van de doelstellingen is niet alleen maar het daadwerkelijk uitvoeren van projecten, maar vooral ook het leren van de ervaringen, omdat die ervaringen ons gaan vertellen wat wij in ons onderwijs nog kunnen verbeteren om deze samenwerking ook buiten projectstructuren en zonder extra middelen toch duurzaam in de lucht kunnen houden, want dat is de bedoeling. Tijdens de zogeheten Community of Learners bijeenkomst in Emmen werden 4 Recoma projecten gepresenteerd aan aanwezigen. Veel aandacht ging uit naar de positieve leerervaringen. Ik was betrokken bij het project Health Concept, een project van Bert Pathuis, waarin hij de combinatie zorg en wonen in een nieuwe woonsituatie naar voren wil laten brengen. Er zijn van 4 opleidingen studenten bij betrokken geweest. Van het mbo, de opleiding zorg, verpleegkundestudenten, techniek, bouwkundestudenten. Vanuit het hbo, hotelstudenten. Ben jij nou tevreden over wat het jou heeft gebracht? Nee, dat niet. Want jullie hadden een bepaalde ambitie van hoe ver je wilde komen, denk ik. Hoe kijk je daar nou naar? Ineke gaf net al even aan, ja, je gaat evalueren en dan kijk je naar waar zitten verbeterpunten en waar leer je van. Hè, waar moet je kritisch op zijn. Wat een punt van aandacht is, dat is, maar dat werd al een beetje gezegd van de dagen van studie, dagen van toetsen en noem maar op hbo en mbo niveau, dat ligt heel erg verschillend. En dan loopt dat in die onderlinge communicatie loopt dat spaak. Een ander iets wat ik wel verneem is dat je vanuit het onderwijs dan wel wat meer in jezelf gekeerd bent. Hè? Want ik ben opdrachtgever en ja, het is verstandig om meer toetsmomenten te hebben tussendoor en van zitten we op het goede spoor. Mm-hmm. En dat je dan straks niet geconfronteerd wordt zeg maar, met een plan. Waar je zelf nog voor een aantal verrassingen komt te staan, omdat je je daar misschien niet helemaal 100% in kan vinden. Ja. Maar dat is ook een leerproces. Nou, onze studenten hebben een inhoud van de dagbesteding eigenlijk ontwikkeld, dus een jaarplan daarvoor gemaakt. Het waren een aantal studenten mbo en een aantal studenten hbo van verpleging en SPH. En ze hebben fysiek elkaar 1 keer gezien. En voor de rest hebben ze al heel veel via de mail samen gewerkt. Dus ze hebben elkaar kunnen versterken door die feedback op elkaar. Daardoor hebben dus vooral de mbo'ers geleerd om een plan van aanpak te schrijven. Dat hadden ze nog nooit gedaan. En de hbo'ers hebben geleerd om studenten te begeleiden in afstand, om zo maar te zeggen. Wat ik dus echt mis in het hele plaatje, en dat is dus wel gebeurd door de Leeuwarden, het businessplan. Ja. Want ik bedoel, alles wat je bedenkt, overal van wie betaalt het, wat kost het en is het ook haalbaar. Ja. En dat bij alle projecten wat je bedenkt, zit dat erbij. Dus Stenden, en dan denk ik aan bedrijfseconomie, commerciële economie, die moeten nog veel meer in verweven worden. Als onder, geschikt weliswaar, maar die hoort erbij, bij alles. Ja, we hebben een fietstocht georganiseerd voor de Rotary Club uit Emmen, Rotary Monarch. In eerste instantie zijn de hbo's begonnen. Zij hebben het concept ontwikkeld en volledig uitgeschreven. En vervolgens zijn eigenlijk vanaf februari de mbo's erbij betrokken geweest. En die hebben met name dan geholpen met de marketing en de promotie maken. Het verschil in creatief denken en het verschil in inzichten, dat heeft uiteindelijk geleid tot een heel leuk concept. Niet alle projecten leiden tot het verwachte resultaat, maar benadrukt wordt dat het Recoma Lab een leerzaam onderwijsmodel is waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar partners zijn. Ja, het bedrijfsleven zegt van het laboratorium
waar jij het steeds over hebt, hè, van we gaan te experimenteren en dat moet allemaal kunnen. Dan zegt het bedrijfsleven van, haal dat lekker achter de schermen en laat mij het product op tijd en zien wat voldoet aan de eisen en waar ik wat mee kan. We zijn gezamenlijk partners en we hebben ook het gezamenlijke commitment voor die totale complexiteit. En uiteraard respecteer je de processen, zowel in de bedrijven als in de onderwijsinstellingen waar recht aan gedaan moet worden. Maar het is wel iets meer dan een kille zakelijke verhouding van ik vraag en u levert en hoe doet u dat? Dit lag hier nog bij deze club nog iets soepeler dan dat je het echt zakelijk kan. Wat je zegt, het eindresultaat. Ja, dat had meer gekund, maar op zich, ja, dat je een positief eindresultaat hebt, is gewoon heel erg positief, zeg maar. En het is niet alleen het geld waar het om draait, maar ook alle andere aspecten. Dus ik denk dat het een heel geslaagd project is, waar we zeker verder mee kunnen. Ja, ik heb gepresenteerd over het Etienne Hals project. Dat is een project over samenwerking tussen Drentse golfbanen. En zij willen van Drenthe de golfprovincie van Nederland maken. Ja, nou, heel kort gezegd zijn de HBO-studenten, 3 in totaal, hebben besloten om de onderzoeken die ze in februari zijn gestart stop te zetten in mei. En dat kwam voor de projectgroep, waar ik zelf ook deel van uitmaak, toch wel als een, ik wil niet zeggen donderslag bij helder hemel, maar toch wel als een onaangename verrassing. Jan Nap, onderzoeker bij het Breuer Institute, onderzocht de ervaringen van onderwijs en bedrijfsleven met het Ricoma Lab. Bedrijven staan over het algemeen positief tegenover de resultaten. Het onderwijs is kritischer op zijn eigen rol. Alle partijen zijn enthousiast over de potentie van het Ricoma Lab. De scholen vinden de werkwijze een fantastische manier om aan de hand van real-life opdrachten van het bedrijfsleven samen het onderwijs vorm te geven. De uitvoering van het Ricoma Lab is voor alle partners een leerproces. Zo blijkt dat er aan de onderwijskant ook nog zeker verbeterpunten zijn. Dat geldt onder andere voor de onderlinge communicatie tussen de studenten van HBO en MBO. Social media is een prachtig middel, alleen het werkt blijkt om daarmee te leren. Dat wordt dus als lastig ervaren. Wat we vandaag hebben besproken zijn toch wel heel veel gelijkenissen in de projecten en heel veel dingen die overeenkomen. Problemen waar we allemaal tegenaan lopen. Bij Etienne Hals is dat wat meer naar voren gekomen dan misschien bij andere projecten. Maar we moeten allemaal beseffen dat we bezig zijn met een stukje innovatie. Het is een laboratorium, de naam zegt het al. Je bent met allerlei drankjes die aan het pruttelen en aan het borrelen zijn, ben je bezig en probeer iets nieuws te creëren, iets uit te vinden. Het is wel heel erg een beetje gechargeerd misschien, maar zo moet je er wel naar kijken. En dat betekent ook dat dank je al succes is. Maar wel door schade en schande word je wijs. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we nadruk gaan leggen op wat vraagt projectmatig werken. Niet alleen van studenten, maar ook van docenten. En er is ook heel duidelijk geworden, wat is ieders rol? Wat is de rol van de opdrachtgever? Wat is de rol van de begeleider, van de studenten? En dat van tevoren helder voor de bril hebben met elkaar. Over 5 jaar verwacht ik dat het zo is ingeslepen in een aantal opleidingen, in ieder geval in de beide onderwijsinstellingen, in samenwerking met de regionale partners, dat die extra inspanningen hopelijk overbodig zijn geworden en dat het business as usual is om onderwijsbedrijfsleven op regionale thema's samen te werken. Want onderwijs is niet statisch, onderwijs is dynamisch en dat moet zich blijven ontwikkelen in afstemming met het beroepenveld, want daar leiden wij voor op.